Goedendag dames en heren. Vandaag weer een scheidvideo. Of een shitvideo. Of een shit in je hoofd video eigenlijk. Ik ben nog steeds aan het gieren. Ja, nou ja. Er waren vragen van, heb je de zondeer nog wel? Nou ja, zeker heb ik die nog. Alleen gebruik ik die niet om te mixen. Wel om te pompen, maar niet om te mixen. Maar dat, ja. Dat is nog maar een hele pomp hoor. Het is nog maar een heel apparaat. Het is nog maar zwaar werk om dat helemaal, dat hele bassin helemaal los te mixen. Daar moet wel het een of ander voor gebeuren. Ik hoop het geluid nou wat beter is. Ik heb een dode rat met daaronder een microfoon op de camera. Dus ik hoop dat het nou wat beter is. Nou, zoals jullie zien, het is nog steeds prachtig weer. En het is nog steeds rond een graad of 20 of zo. De hele week. Al. En ja, het kan volgende week een beetje anders worden, maar het blijft wel droog verlopen. Maar deze wind komt nog, is een naweer van, ik geloof, orkaan Oscar. Die komt hier nog een beetje langs. Ik heb een nieuwe contactsleutel voor de zondeer. Hoppa! Gieren heb je natuurlijk allemaal wel eens gezien. Ik ga er even een beetje kletsen, want ik ben deze week benaderd door een boer uit Nederland. En dat gebeurt vaker. Dat gebeurt eigenlijk wel regelmatig. De mensen die mij benaderen hebben vragen en weet ik veel wat. Maar ook niet zelden, moet ik eerlijk zeggen. Zijn er boeren die zich zorgen maken? En die begint dan vaak een verhaal van alles. Je hebt hartstikke goed gedaan, joh, dat je naar Canada bent gegaan en niet zeggen zeker aan je kant. Wel minder, dat klopt. En hier hebben we ook gezegd, hoor, hier heb je ook wet en regelgeving en vergeet dat niet, hè. Het is wel minder als in Europa, stukken minder. Maar we hebben het hier wel. Maar goed, die beste man, die stuurt mij even een bericht. En die zegt, ja, we gaan nog weer bedrijven stoppen van Nederland. Machinebouwers, Kaweco is al gestopt. En Duport in Nedumsvaart, die gaat ermee stoppen. Of die staat aan de rand van het faillissement. En al dat soort dingen, dat trekt hem aan. Dat trekt hij zich aan. En dat is natuurlijk niet zo raar. Want het zijn allemaal in feite allemaal goede bedrijven. Die vroeger in de landbouw de kost konden verdienen. Maar nu niet meer. En ik geloof dat Van Triest Foragehandel is ook al gestopt, geloof ik. Dus dat betekent dat ook die daar de kost niet meer in de landbouw kunnen verdienen. En dat is wel een teken aan de wand natuurlijk. Dat is makkelijk zat. Dat is gewoon een teken dat het in de landbouw, de Nederlandse landbouw, Europese landbouw, dat het gewoon niet goed gaat. Maar goed, daar waren we met elkaar, waren we daar natuurlijk al wel achter. En vervolgens raak ik een beetje met die man aan de praat. En door van alles en nog wat gaat. Maar de man maakt zich gewoon ontzettend zorgen. Zorgen om de voortgang van zijn bedrijf. Hij zegt, ik heb helemaal geen groot bedrijf. En ik heb ook geen opvolger. Ik heb mijn gebouwen wel zo'n beetje afgeschreven. Dus ik verdien wel nog wel redelijk geld. Maar dat betekent wel dat je dan aan de belasting betalen komt. En niet zo weinig. En het schijnt dat men in Nederland het belastingstelsel een beetje overhoop heeft gegooid. Dus dan kom je nog dikker aan het belasting betalen dan je eerst wel dacht. Nou ja, hij zegt, ik ga ook niet meer investeren omdat ik geen opvolger heb. Ik houd alles gewoon netjes zoals het is. En, maar ik ga niet meer investeren. Niet meer groot investeren. Nou, terecht, denk ik. Maar dat baart hem wel zorgen. Hij zegt, en vervolgens moesten wij dit jaar, omdat de delegatie eraf is, moesten wij mest afvoeren. En extra kunstmest aankopen. Plus extra belasting betalen, omdat de melkprijs eigenlijk best redelijk goed is.
En hij zegt, dat was een kleine 40.000 euro wat ik moest betalen. Al met al. Dat vind ik veel geld. Dat is een jaarinkomen. En dat maakt er inderdaad niet uit. Hij maakt dezelfde opmerking. Van het maakt niet uit of je groot of een klein boerderij hebt. Dat is gewoon gruwelijk veel geld. En dat kan in feite wel de doorsteek wezen. Nou is dat, zal dat voor, in zijn geval zal het nog meevallen, denk ik. Tenminste, dat proef ik uit zijn woorden. Maar goed, feit is wel dat de man ermee in zijn maag zit. En zo zullen er ongetwijfeld meer zijn. En zo zijn er meer, want ik krijg dit soort berichten krijg ik vaker. En dus mevrouw de Jerry Farmer en ikzelf, krijgen regelmatig, meerdere keren per jaar, komen wij met mensen aan de praat die eigenlijk met het een of ander in de knoop zitten. En dan niet zozeer in de knoop, geestelijk in de knoop, dat je moet vrezen voor een leven. Dat zeer zeker niet. Maar toch wel redelijk in de knoop. En wij hebben voor heel veel mensen hebben wij al een luisterend oor geboren. En daar hebben wij helemaal geen enkel moeite mee. Helemaal geen moeite mee zelfs. Als wij daar iemand mee kunnen helpen, zullen wij dat zeker niet laten. En dat geldt ook voor jou, degene die nu kijkt. Als jij dit ziet en je denkt bij jezelf van ja, ik zit niet helemaal lekker in mijn vel en ga dan maar niet zoals ik graag wel zou willen, dan kun je mij gewoon vinden via Facebook en Instagram. Dan kun je mij een privébericht sturen. Ik weet niet of ik dan meteen reageer, want ik krijg niet altijd een notificatie als ik een bericht krijg. Maar uiteindelijk zie ik het wel. Het kan misschien wel een week duren, maar ik zie het wel en dan reageer ik daar wel op. Maar wat ik je dan wel daarbij ga vertellen, op dat moment dat je met mij in gesprek raakt, dan ga ik jou wel vertellen over hoe de wereld in elkaar steekt. En de wereld steekt anders in elkaar dan heel veel mensen denken. En ik geef gelijk even een spoiler alert. Ik ga er een klein beetje over het geloof hebben, helemaal niet veel, maar een klein beetje. Wij als gezin zijnde zijn uiteraard gelovig, christelijk, geloven in Jezus Christus en geloven dat Jezus Christus voor ons gestorven is aan het kruis en na 3 dagen weer is opgestaan voor onze zonden. Want geen enkel mens is goed genoeg om naar de hemel te gaan. Geen één. Zelfs ik niet. Dat is een grapje. Raad je al door. Je moet nog een klein beetje opletten ondertussen. Leeg. Maar wij geloven ook. Daardoor, omdat wij christelijk zijn, lezen wij in de Bijbel. En het is denk ik een dik jaar geleden. Kwamen wij in gesprek met een andere Nederlandse boer die in Frankrijk zit. En die zegt tegen ons van, hebben jullie wel eens nagedacht over de eindtijd? En de eindtijd gewoon het einde van de tijd. Niet het einde van de wereld, het einde van de tijd. Nou nee, eigenlijk niet. Nou, daar kun je in de Bijbel heel veel over vinden. Maar in die Bijbel staan heel veel profetieën over dingen die in de toekomst gaan gebeuren. En daar staan letterlijk profetieën in, dingen die vandaag gebeuren. Vandaag of de afgelopen tijd zijn gebeurd. Er is dus onder andere uiteraard de oorlog in Israël, daar doe ik op. En wij geloven, en wij weten ook wel zeker, dat het Joodse volk, dus Israël, het volk van God is. Daarom zal de rest van de wereld nooit van Israël winnen. Als ze dat hadden willen doen, hadden ze het al lang gedaan. En dan kun je zeggen van ja, Israël heeft veel slimme mensen en hele goede technologie. Ja, dat klopt.
Dat klopt helemaal. Maar hoe komt dat dan? En dus, maar goed, hoe het dan ook zij, als je die profetieën in de Bijbel een beetje volgt, dan komt er op een gegeven moment, wordt er gesproken over de grote verdrukking. En die zit er nu aan te komen. En dat is, zal hoogstwaarschijnlijk de derde wereldoorlog wezen. Want je kunt erop wachten dat het gaat gebeuren natuurlijk, want Rusland die kruipt nou dichter naar China toe. En een paar andere Aziatische landen toe. Hadden deze week de BRIC-bijeenkomst. Dat betekent, BRIC is, wat was het weer, Brazilië, Rusland, Iran, China. Goed. En die zoekt daar steun. Nou ja, Israël zoekt natuurlijk steun in de westerse wereld. Dat is duidelijk. En op die manier, als al die landen bij elkaar gaan lopen kruipen, krijg je een wereldoorlog. Je kunt lang en breed over praten, maar dat gebeurt. Dat gaat ook gebeuren. Nou, dan staat er verder in die Bijbel, staat er ook van, ja, in een bepaalde tijd zullen mensen staan en sterven. Het vlees zal van hun botten rotten. Zo staat er echt. Nou, dat klinkt natuurlijk niet lekker, maar dan hoef je natuurlijk in deze moderne tijd niet zo moeilijk lang over na te denken, maar dat nou zou kunnen zijn. Dat zijn natuurlijk kernwapens. Nou, en kernwapens is men natuurlijk op dit moment heel druk mee aan het schermen. Ja, ik doe twee percelen tegelijk, dan hoef ik niet te draaien. Dus ik perceel achter de stal waar ik laatst groenbemest op gezaaid heb. En dan rijdt daar wel wat van kapot, maar het is wel hartstikke mooi droog. Het is van zichzelf al wel een nat perceel. En ik kan er nu hartstikke mooi rijden, dus laat er nu een mooi vaste stroom op doen. Als er per ongeluk nog een tropisch stormpje met tropische regenval erachteraan krijgen, dan hoef ik hier niks meer. Maar goed, ik ga er dus ook de kernwapens. En ja, dat daar kun je op wachten, dat gaat gewoon gebeuren. Nou, dan heb ik natuurlijk ook over de profetieën. En in die profetieën staat ook dat een heel groot leger zal optrekken over de rivierbedding van de Eufraat. Nou ja, die Eufraat, en dan google het maar, als je me niet gelooft. Die staat praktisch droog. Die was bijna 20 meter diep, maar die staat nu praktisch droog. Dus dat soort profetieën komen uit. Dus ja, ik kan je wel zeggen, ik heb het laatste ook een keer wat gezegd over geloven. Die zegt iemand, die zegt van ja, je maakt jezelf wel lastig als je in zulke sprookjes gelooft. Nou ja, het zijn geen sprookjes, het is het oudste geloof ter wereld. En als je gelooft in de oerknal dan en in de evolutietheorie, dan geloof je pas in sprookjes. Want alles zal ontstaan zijn uit niks. En jij gelooft het. Dus ik geloof daar rotsvast in. Maar goed, dan kun je zeggen van ja, maar ja, ik ben een goed mens en ik doe altijd goede dingen. Dus dan ga ik ook wel naar de hemel. Nee, zo werkt het niet. Het is wel zo dat je dan wel je leven als het ware moet geven aan Jezus. Aan God en Jezus. En dat is ook helemaal niet moeilijk. Want ook ik heb het mentaal niet makkelijk gehad. En daar hebben jullie vast wel wat van gemerkt. Maar ik heb het mentaal ook niet altijd even makkelijk gehad. Op het moment dat je, als je je bedrijf in Nederland in feite moet verkopen. En daar moesten wij. Dan, en je komt hier op een plek waar je eigenlijk niet wilt zijn. Maar wel moet zijn, dan is dat altijd niet even leuk, kan ik u melden. En volgens mij heb ik dat ook wel eens gezegd. Maar als je dan, en ik heb mijn leven lang heb ik al geloofd, maar nooit zo intens als nu.
als je dan al je zorgen en al je ellende overgeeft aan Jezus en aan God, dan geeft dat een onvoorstelbare rust. En tuurlijk, de aardse zaken moeten wel geregeld worden, maar ook daar word je bij geholpen door diezelfde Jezus. Maar dat betekent wel dat je wel daarop moet vertrouwen. En er zijn voorbeelden te over van. Maar goed, dat gaat te ver om daar allemaal op in te gaan. En dat ga ik nou ook zeer zeker niet doen. Wat ik jullie wel allemaal wil aanraden, verdiep je daar eens een beetje in. Je hoeft niet, van mijn part, niet meteen tot geloof te komen. Ik kan je het geloof ook niet geven, dat zul je absoluut zelf moeten doen. Maar feit is wel, dat kun je wel denken dat je een goed mens bent. En dat ben je waarschijnlijk ook wel. Maar dat is niet automatisch dat je dan naar... dat je later in de hemel terecht komt. Nee, dan kom je bij die andere knakker terecht, van de brede verdieping. En daar is het niet leuk hoor, daar is geen rockband die daar speelt. Het is daar heet, het stinkt daar en je bent alleen. Je bent er niet alleen, maar voor je gevoel ben je wel alleen. Als je nou zegt van Alex, man, wat lul je nou? Rot op met je sprookjes. Prima. Je hoeft niet naar mij te kijken, ik verplicht jou niets. Ik verplicht jou niets. Dit is mijn YouTube kanaal en ik mag hierop uitzenden wat ik wil. Maar jij als ontvanger, als kijker, mag ontvangen wat jij wil. Dus als jij bij jezelf denkt van nou weet je mensen, ik wil hier helemaal niks mee te maken hebben. En hij loopt maar wat en het zijn allemaal sprookjes. Dan kijk niet meer, zou ik zeggen, maar ik was niet van plan mijn mond dicht te houden voor een paar mensen die het hardgrondig met mij oneens zijn. Je mag het best met mij oneens zijn, maar dan moet je wel met feiten op tafel komen. En niet zeggen van ja, ik vind het sprookjes. Want zo zit de wereld nog één keer niet in elkaar. Maar goed, ik weet dat er heel veel abonnees zijn hier. Kijkers zijn die het net zo overdenken als ons, als ik. En ook jullie wil ik nog meer aansporen om je daar verder in te verdiepen. Ik weet ook dat de mensen kijken uit mijn verleden die zeggen, moet hij dat zeggen? Moet ik nou naar hem luisteren? Hoef je niet. Hoef je zeer zeker niet. Ik heb ook dingen gedaan in mijn leven waar ik niet apart trots op ben. Maar goed, een gezond mens heeft geen dokter nodig. Dus een niet zondig mens heeft ook geen Jezus nodig, maar die bestaat niet. Het feit is gewoon dat wij ervan overtuigd zijn dat Jezus snel komt. En dat is dan niet komt hij niet terug op aarde, dat is de opname. De opname van de gemeente, de opname van de kerk. En dat zijn mensen zoals jij en ik. En die zullen op een ogenblik, op een dag, zijn die in één keer weg. En dat kan nog wel 5 jaar duren, dat kan nog wel 10 jaar duren. Alhoewel ik niet denk dat 10 jaar duurt. Maar goed, ik kan het uiteraard mis hebben, want ik weet het niet wanneer het is. En daarna komt de derde wereldoorlog. Of de grote verdrukking, wat ik net zei. Dus ja, doe ermee wat je wil. Maar het zou verstandig zijn dat je er een klein beetje in verdiept. En als je je daarin verdiept, dan kom je erachter dat ook niet alle christenen gelijk worden opgenomen in diezelfde opname. En je denkt van ja, ik ben christen, kun je keurig naar de kerk. Dan kan mij geen flikken gebeuren. Maar zo werkt het ook niet. Je zult daar wel, je moet daar serieus mee bezig zijn. En je moet daar. En het is echt niet zo dat je dan verder maar niks meer hoeft te doen. Maar je moet gewoon doorgaan met je leven. Zoals je dat gewend was. Oh, misschien niet helemaal. Maar wel gewoon netjes je werk doen. Netjes op eventuele vrouwen en kinderen passen. Of mannen en kinderen. En
En gewoon keurig netjes werk doen, maar wel met in het achterhoofd dat Jezus elke dag terug kan komen. Nou, als Jezus vandaag terug, morgen terugkomt, dan heb je nog één dag. Dus ik wil jullie allemaal wel van harte aanraden, de niet-christenen en de christenen onder ons. Nou, even terugkomend op dat verhaal met die boer. Er zijn wereldwijd heel veel boeren die zelfmoord plegen, ik noem het woord gewoon. En er heerst ook heel veel schaamte. Schaamte voor dat je bedrijf niet goed loopt. Of hoe dan ook maar. En ik begrijp het aan alle kanten. Er is niemand in de wereld die het zo begrijpt als ik. En wij hebben de keuze gemaakt om hier naar Canada te gaan om te boeren. En je kunt zien, dat gaat hartstikke mooi, want het is oktober en ik ben vol vuls aan het gieren, aan het sproeien. En jullie mogen dat niet. Dus dat gaat hier prachtig mooi. En ook hier heb je wetten en regels, wel een stuk minder als in Nederland, dat heb ik al eerder gezegd. Maar je hebt ze hier ook, maar het is hier gewoon anders, het is hier makkelijker. Maar het betekent wel dat ik van mijn geliefde plek af moest. En ik mis die plek nog elke dag. Het is wel minder geworden, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik mis die plek nog elke dag. Dus, maar er is niets in deze wereld. Niets in deze wereld. Waarvoor je zelfmoord zou moeten plegen. Niets. Ik snap volledig dat je boer bent en dat je boer wilt zijn. En dat je eigenlijk ook bezig wilt houden met alleen het boeren. En niet met alle papieren romslom die er allemaal bij komt. Maar die komt erbij en die heb ik hier ook al net zo goed. Ik heb hier ook een boekhouding. Ik heb geen mesboekhouding, dat moet ik wel eerlijk zeggen. Dat vind ik ook wel bijzonder prettig. Maar ik heb hier ook een boekhouding, dat bedoel ik wel. En hier heb ik ook een boekhouder die dan mij opbelt en zegt, ja, ik moet die en die factuur nog uit die en die maand. Heb je die al? Nou ja, dan moet ik weer graven in de schoenendoos. Dus dat zijn ook allemaal die leuke dingen. En ook hier in Canada zijn de boeren die het einde van de tunnel niet zien. En die ook zelfmoord plegen omdat ze het mentaal de eindjes niet naar elkaar kunnen knopen. In Amerika zijn ze ook. In Europa zijn ze ook. In Nederland zijn ze. Ze zijn ook in Engeland. Ik zag laatst een tijd terug een filmpje van Jeremy Clarkson. Die, zoals jullie allemaal nu al langzamerhand weten, ook een boerderij heeft. En ook hij maakte reclame voor een telefonische hulplijn voor boeren. Ik weet niet of het nou speciaal een telefonische hulplijn voor boeren is in Nederland. Ik weet wel dat er wel hulplijnen zijn. Als jij, om welke reden dan ook, met jezelf in de knoop zit, in vredesnaam, als je het niet voor jezelf doet, doe het voor je naasten. Zoek hulp. Echt waar, zoek hulp. Want zoals ik net al zei, er is niets, maar dan niets in deze wereld om zelfmoord over te plegen. Als YouTube dit oppikt, zelfmoord, dan word ik vast gedemonetiseerd. Maar goed, dat is ook wel. Maar ik weet gewoon dat het mentaal is het gewoon ontzettend zwaar. Als je financieel de eentjes niet meer aan elkaar kunt knopen en je hebt de bank die in je nek hijgt en je komt in bijzonder beheer terecht, wat wij hebben gehad, dan is dat mentaal zwaar. Niet dat ik nou ooit gedacht heb van, ik maak er een aan. Zeker niet. Want ik heb heel veel om voor te leven.
Maar in vredesnaam, mensen, als je... Als je mentaal in de knoop zit, zoek hulp. Zoek hulp. En kijk naar de mooie dingen van het leven. Als je houdt van met de trekker rijden, geniet daarvan. Pak daar een genotsmoment. Als je houdt van mooie koeien fokken en je hebt een mooie koe gefokt. Of je bent op een of andere show. Waar een of andere keuring, waar goede koeien gekeurd worden. Ga daar naartoe. Ga daar naartoe en geniet daarvan. Er zijn nog heel veel mooie dingen om van te genieten. En ook is er een leven na een boerderij. Echt waar. Echt waar. Ik kon het mij, toen ik in Nederland was, kon ik het mij niet voorstellen. Dat er een leven was. Een leven was na boeren erecten. En er is er. Dan ben ik nog steeds boer. Maar je komt er pas achter dat een plek maar een plek is als je op een andere plek zit. En dat werkt maar werkt. Daar kom je achter als je stopt of moet stoppen met boeren. Er is zoveel meer in het leven. Er zijn prachtige dingen om nog voor te leren. In vredesnaam, mensen, zit je met die gedachten. Zoek hulp. Nou, ik heb volgens mij al lang genoeg gekletst. Onthoud dus één ding. Als Jezus morgen terugkomt, heb je nog één dag. En, please like, comment en subscribe. En via con Dios, let's make fun and great again.